Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video wil ik het met jullie gaan hebben over wat je moet doen tijdens een crypto/bitcoin crash. We gaan natuurlijk gewoon kijken hoe de markten voor staan, maar daarnaast wil ik extra aandacht besteden aan wat je moet doen als het zoals het nu behoorlijk flink corrigeert. Laten we dus snel beginnen. Ik wil met jullie als eerste naar deze chart kijken. Deze heb ik enkele weken geleden op Instagram gedeeld. En we zaten toen ongeveer hier. En we zaten toen op een belangrijk punt om hier eigenlijk te gaan kiezen. Gaan we hier boven blijven en op het grote plaatje nog een higher low maken en dan omhoog. Op het iets kleinere plaatje was je natuurlijk hier, dat betreft, zat je al gewoon in een downtrend. Hier hebben we geen support gehouden en nu zitten we hier en zitten we eigenlijk in dit stukje prijsactie van deze linkerkant en deze onderste groene box. En deze onderste groene box is echt het laatste redmiddel om dit toch nog enigszins intact te houden. Want kom je hier echt onder, ja, dan gaan we echt heel erg omlaag. Daarom wil ik het zo ook gaan hebben wat je momenteel, wat al aan de orde is, wat je moet doen tijdens zo'n extreme correctie. Of vooral wat je ook niet moet doen, maar al helemaal mochten we daar onder komen. Dat was die chart, dan kijken we nu eventjes naar een lege chart. We staan nog steeds op weekendels. Dit stukje prijsactie, daar zitten we nu in. We zijn natuurlijk al behoorlijk gecorrigeerd, ik zal dat even inmeten. Dat is inmiddels meer als 50%. Dus dat is heel erg serieus. En ik weet dat er toch ook wederom weer een hoop mensen in elk geval vanaf dit punt zijn ingestapt. Laat je hier net zijn ingestapt, dat viel er nog wel mee. Zit je alsnog op een correctie van ruim 35%. Er zijn dus wederom een hoop mensen nieuw. Dat is in eerste instantie natuurlijk hartstikke mooi. Goed dat mensen erover na aan denken zijn dat ze iets met hun geld willen. Alleen, ja, we zien het ook op de aandelenmarkt. Hebben we natuurlijk in de vorige video besproken. Er zijn momenteel behoorlijke correcties gaande. En het is best wel begrijpelijk dat als dit voor het eerst gebeurt, dat je last hebt van wellicht wat paniek. Dat je het idee had van ik ga mijn geld ergens instoppen en dat gaat meer waard worden. En ja, het is nu fors minder waard geworden. Zeker als je echt hier helemaal in de top zat. Wat moet je nu doen, vraag je misschien af. En dit is iets wat ik natuurlijk al vaker besproken heb, maar ik vind het toch erg belangrijk om te herhalen. Nou, in principe moet je jezelf een aantal vragen stellen, want het is natuurlijk altijd persoonlijk wat voor jou het beste is. Maar allereerst vraag 1. In dit geval kijken we naar Bitcoin, maar dat geldt natuurlijk ook voor al het andere. Waarom ben je erin gestapt? Wat was toen je erin investeerde jouw verwachting? Was dat over een enkele maand, was dat over een paar weken of een paar maanden, is mijn geld verdubbeld, ja, dan was dat zo natuurlijk al een compleet verkeerde gedachte, want die garantie hebben we nooit. Is dat antwoord op die vraag, nou, ik heb vertrouwen in Bitcoin, ik geloof in Bitcoin in dit geval, of natuurlijk iets anders, en ik heb daar gewoon een mooie lange termijn verwachting van, ja, dan kan je wellicht misschien het beste die koers eventjes aan de kant leggen en over een paar weken of over een paar maanden nog eens kijken waar het dan staat. Als je echt een lange termijn investeerder bent, hebben we het dan over. In de tussentijd, ja, stel je wil iets schade gaan herstellen, waar toch een hoop mensen aan denken, die hebben hun geld net zien verdampen. Nou, dan is er best wel een aardige groep, helaas, die we zien die toch in paniek raakt en denkt, dit is helemaal niks voor mij, ik stap eruit. Het is, ja, je neemt dan je verlies en als dat 50% is, 30-40% is dat behoorlijk veel. Ben je er echt achter, dit is echt niks voor mij, ik kan hier niet tegen. Ja, dan is het natuurlijk je eigen keus en is het misschien voor jou persoonlijk beter om gewoon compleet te stoppen met beleggen. Maar goed, dat zou erg zonde zijn en ja, je had dan beter de keus kunnen maken om er nooit aan te beginnen. Want in principe deze data dat crypto heel erg volatiel is en ook aandelen kunnen dalen, ja, dat is al sinds altijd al bekend dat dat kan gebeuren. Dat is dan, ja, heb je gewoon je onderzoek niet goed gedaan of je er niet goed genoeg in verdiept.
Dan hebben we ook een groep mensen die denken van nou, we zijn nu al zo ver gedaald. Wellicht daalt het nog verder. Het gaat dan naar 20k hoor je al, naar 15k. Ik verkoop nu en ik koop dat lekker goedkoper later terug. Ook dat is natuurlijk een risico. Dan neem je je verlies en je neemt het risico dat het hier ergens wel support gevonden wordt en dat de prijs binnen een aantal weken of een aantal maanden weer hier staat of misschien wel hierboven staat. Doe je niks, kan het verder zakken, maar als het verder stijgt loop je niet het risico dat je dus je verlies neemt en vervolgens de boot helemaal mist. Dat zijn een beetje wat mensen die niet echt een plan hebben vaak doen. Wat is in mijn beleving de beste optie? En dan hebben we het ook gewoon op dit moment hebben we het over de long-term investeerder die nog steeds dat betreft wel vertrouwen heeft in Bitcoin of iets anders, maar die wel iets wil doen. Wat zijn dan de opties? Nou, ik noem even wat vrij extreem. Je hebt hier ergens in deze zone pas, toen kwam het weer wat in het nieuws, toen ben je geïnteresseerd. Je bent hier ingestapt, laten we dat even zeggen. In deze zone ergens. Dus vrij extreem. Je staat nu meer dan 5% onder water. Wat kan je dan nu doen? Nou, de eerste optie is eigenlijk het makkelijkste. Wat ik in het begin zei, je haalt de koers weg. Je kijkt er over een paar maanden pas een keer naar. Kan het weer hersteld zijn, kan nog verder omlaag gaan zijn. Je hebt gewoon geduld en je doet eigenlijk niks. Heb je nog geld achter de hand of was je van plan om nog meer investeringen te doen? Dan ligt er wel een optie voor je open, namelijk lager bijkopen. Stel je had hier gekocht en je koopt hier ergens weer. Nou, stel je doet dat met net zoveel, dan is dit je gemiddelde, komt je gemiddelde aankoopprijs hier te liggen. En afhankelijk van hoeveel je koopt en hoeveel lager je koopt, verschuift in ieder geval de aankoopprijs die hier lag, die verschuift naar beneden. En hoe dieper je kan kopen, hoe meer je zou investeren, hangt er een beetje af hoeveel je erin stapt, hoe harder je gemiddelde aankoopprijs daalt. Stel, je hebt dus een goede lange termijn verwachting hiervan, je verwacht dat Bitcoin binnen 5 tot 10 jaar gewoon een hele mooie investering is, dan is dit eigenlijk het meest slimme in mijn beleving om te doen, mits je nog wat geld achter de hand hebt. En anders kan je beter gewoon geduld hebben, want hier je verlies nemen en dan of denk ik koop het lager terug, of ja, wanneer de prijs weer stijgt gaat het toch weer kriebelen, is in het algemeen het minst slim om te doen, omdat je je verlies neemt en dan een aanzienlijk risico neemt. Dus kort samengevat, wat zijn de opties? Geduld hebben en naar beneden wat bijkopen. Of je bedenkt, dit is echt absoluut niet voor mij, waar ben ik aan begonnen? En je stopt voorgoed. Dat zijn de opties en de dingen die je kan doen. En dan gaat mijn voorkeur natuurlijk van, als je hier een lange termijn verwachting hebt en je hebt nog wat geld op de hand, je koopt wat bij. Oké, laten we dan gaan kijken naar de koers zelf. We hebben het natuurlijk al kort besproken net in het begin. Waar staan we nu? Nou, hier, als je gewoon de trend grof bekijkt, wou je hier ergens, zoals je de wick meeneemt, hier ergens boven blijven. Wat we zien heel mooi op weekcandles is dat hier meerdere keren natuurlijk interactie mee was. In eerste instantie met deze wick, later hier ook. En zelfs hier in die druk naar beneden was hier zelfs nog interactie met dit punt. Uiteindelijk ben je er doorheen gezakt. En waar we nu zitten is dit prijsgebied. We zitten nu aan de bovenkant nog van deze range. En je ziet er is sowieso interactie met dit prijsgebied. En dit is als het ware gewoon een supportbox wat je net op die andere chart ook mooi kon zien. En natuurlijk, het is vrij zwak, maar blijf je hier boven of kan je hier op zijn minst support vasthouden en dan vanuit hieruit ergens weer aan constructie omhoog gaan bouwen, dan schat ik de kans redelijk in dat we alsnog in 2022 de boeren gaan vervolgen. Waar hangt het nu vanaf of wat gebeurt? Nou, in de basis, los van alle externe factoren, klinkt een beetje simpel misschien, maar zijn hier mensen bereid om Bitcoin te kopen? Verdwijnt de paniek? Dan is de kans aanwezig dat dit gebeurt. Dan hebben we morgen wederom een vetbare inkomst staan waar dingen uit kunnen komen. En dat kan ook voor alle andere markten, want we zagen natuurlijk de aandelenmarkt in de vorige video. Is ook van alles en nog wat aan de hand. Dat kan ervoor zorgen dat er absolute paniek uit gaat breken of dat er rust komt in de markt. En dat is een externe factor die heel onzeker is momenteel, maar die wel voor
best wel wat dingen kan gaan zorgen. Het andere scenario is dat we hier uiteindelijk ofwel, en ik denk dat dat toch wel redelijk mee kan gaan spelen, dat we hier geen support houden en dat we hier onderkomen. Als we hier onderkomen, ja, dan ligt er op weken, dus zoals je ziet, best wel een gat. We kijken dadelijk ook nog wel naar de lagere timeframes eventjes. Dan kom je toch al snel hier terecht. En dat is vanaf het huidige punt, is dat nog een keer een 50% daling. Dus dat is fors. Dus ik had het net over, koop wellicht wat bij. Maar hou wel echt in je achterhoofd dat, ook als je nu bijkoopt, dat het geen garantie is dat het nu zoveel gedaald is. Het sowieso, of dat de kans extreem groot is, dat het nu omhoog gaat. Want het blijft in principe nog steeds, waar we nu staan, 50-50. Wellicht dat er morgen meer duidelijk wordt, maar het kan best zijn dat als je hierbij koopt, dat het nog een keer 50% daalt. Dat we naar 20k gaan. En dat het daar vandaan nog een keer 50% daalt, dat we naar 10k gaan. Natuurlijk, je wil niet op de zaken vooruitlopen, want we zitten daar totaal nog niet en zo en zo langer termijn kijk ik omhoog. Op de korte termijn is het wat onzeker en moeten we gewoon beide kanten opkijken. We kunnen nu niet zeggen, we gaan nu omhoog, want het kan mij betreft beide kanten op. Dan haal ik dit weg en dan gaan we wat verder inzoomen. Op dagcandles kunnen we het iets beter zien dat we echt een hoop dumps gehad hebben vanaf de all-time high. En dat is best wel op sommige dagen heel rap gegaan. En elke keer vonden we toch wel weer ergens support. Zijn we soms een beetje gaan range en daarna dumpt het weer verder. En zeker de laatste paar weken is het eigenlijk dump even vast proberen te houden. Dump even vast proberen te houden. En momenteel zitten we weer op zo'n punt dat we hier of support gaan vinden of we zien daarna weer zo'n dump. Wat we momenteel op dagcandles zien is dat er redelijk dezelfde structuur als op weekcandles. En ja, om even concreet te zeggen wat we nu kunnen gaan doen op de wat kortere termijn. Nou, we hebben hier een candle gevormd die toch wel weer redelijk bullish is. Je ziet dat die met een wick behoorlijk opgestuwd is. En dat er toch wat koopdruk was. Nou, dit hebben we natuurlijk na een aantal van die dumps eerder gezien. Ja, dit was echt die hele paniek candle. Nou, daar zagen we het. Maar als we hier naar kijken, met op een dagcandle echt die druk omhoog, dat hebben we in deze hele val omlaag niet echt vaker eerder gezien. Dus dat betreft zou dit een teken kunnen zijn dat we misschien bodem vormen. En je hoort het in mijn stem dat ik echt duidelijk misschien zeg, omdat het echt niet zeker te zeggen valt. Dan wil ik ook nog even naar de 4 uur gaan om dit verder toe te lichten. Kijk, wat we gedaan hebben op de 4 uur is hier. Ik zal even deze in die volume nog even uitzetten. Wat we gedaan hebben is hier bodem wellicht gevormd. En we hebben deze range zijn we in elk geval, hebben we inmiddels gegained. Nou, we zien dat de prijs nu wel iets aan het terugvallen is. Dat is op zich niet erg. En ja, dit is in principe de oksel van de prijs. Veel volume en de uitbraak omhoog. Als je ja, het beste dan wel hier ergens, mag ook iets hoger, mag met een wick ook ietsjes lager, een terugtest maken. Dus dat ziet er als het ware zo uit. En dit kan, in principe mag het overal zijn. Want een higher low is een higher low. En of die nou hier al gelijk gezet wordt of hier wat dieper, dat maakt niet uit. Hoe hoger is vaak wel, hoe sterker. Maar dat je hier ergens als het ware dus een higher low vormt. Ik ga even uit van netjes in de oksel. Dus wel een diepere terugtest. Zeker gezien de volatiliteit. En je maakt daar een higher low. Je gaat hier bovenuit. Je zorgt dat je hier ergens een nieuwe higher high maakt. Vervolgens test je wellicht dit weer terug. En je gaat op die manier verder bouwen aan constructie. Dan kan dit de bodem geweest zijn. En kunnen we weer omhoog gaan kijken. Maar het is dan wel heel belangrijk dat we een higher low maken. Vervolgens een higher high maken. En het liefst dan weer een higher low maken. En dan kan je ervan uitgaan dat de kans redelijk aanwezig is dat we daarna weer een higher high maken. En als we die constructie weer hebben neergezet, is dat een teken dat onze constructie aan het kantelen is. En dan wil je dat natuurlijk ook zien op de dagcandles. Nou, voor dagcandles
moet je echt wel wat meer gainen. Dan moet je echt hier boven komen. Wil je de constructie op dagcandles gaan kantelen. En uiteindelijk wil je hem natuurlijk op weekcandles kantelen. En dat is eigenlijk hetzelfde stukje prijsactie. Hierboven komen vervolgens. Of dit direct terugtesten is het meest sterker. Of hier ergens een higher low vormen. En dan door omhoog. In elk geval, even kijken. 43k, even afgerond zegt, is een heel belangrijk punt. Gain je die, kom je daar met een candle open en een candle close. Het liefst echt op weekcandles. Dagcandles is al wat sterker. Maar doe maar gewoon op weekcandles om wat zekerder te zijn. Dan gaan we deze constructie weer kantelen. Blijven we daaronder. Blijven we in principe momenteel in negatief sentiment zitten. En blijft de kans om omlaag te gaan. Die is er natuurlijk altijd. Maar blijft die behoorlijk groot. Dan zijn we aan het einde gekomen voor deze video. Ik heb de altcoins nog niet eens meegenomen. Anders wordt de video vrij lang. En omdat ik redelijk wat, misschien wat lastige dingen voor een hoop mensen verteld heb, wil ik de video ook niet te lang maken in verband met concentratie wat mensen hebben. Ik zal volgende keer de altcoins ook wel weer of Ethereum even kort meepakken. Maar je kan ervan uitgaan als Bitcoin zo heftig gedaald is, dat alle altcoins nog veel heftiger gedaald zijn. Mocht ik op verzoek in de volgende video over crypto bepaalde altcoins een keer mee moeten nemen, dan kan je deze altijd achterlaten in de comment section. Dat geldt ook voor vragen en al dat soort dingen. Maar in het algemeen over de altcoins, ja, die zijn nog veel verder gedaald. En in principe wil je nu eerst zien dat Bitcoin iets positiefs laat zien. En dan kunnen we weer naar altcoins gaan kijken, mocht er behoefte aan zijn. Dan zou ik je willen vragen, als je deze video leuk vond, om hem even een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je nog niet geabonneerd en vind je dit soort video's leuk, druk dan vooral ook even op die mooie abonneerknop. Dan dank ik je voor het afkijken van deze video en zie ik je graag weer terug in de volgende video.